Denzel Dumfries, 3-3, Groningen-Heerenveen. Eerste wedstrijd voor Heerenveen zit erop. Hoe voel je? Ja, kijkend naar de stand niet zo lekker natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat wij een goed voetballende ploeg zijn. Dat we een hele goede ploeg hebben. En daarvoor mogen we tevreden zijn. En de stand, dat is helaas jammer. Ja, ik heb het gevoel dat jullie veel positieve dingen uit deze wedstrijd kunnen halen. Ja, ontzettend veel. We hebben het er binnen ook over gehad. We hebben vandaag goed gevoetbald. De teamspirit was goed. Als we zo doorgaan, dan komt het goed. En natuurlijk lering trekken uit dat we 2 naar voren staan en alsnog 3-3 spelen. Ja, dan moet je lering uittrekken. Voor jezelf, je debuut. Volgens mij kan je alleen maar tevreden zijn. 2 assists, dat is niet verkeerd. Nee, dat is niet verkeerd als back zijnde. Daar mag ik gerust tevreden over zijn. En ik kijk positief terug op deze wedstrijd voor mezelf. Maar teambelang gaat natuurlijk boven het eigen belang. Dus je vindt het natuurlijk wel jammer dat je hier 2 punten verloren hebt. Ja, ik heb Michael Reiziger een keer met jou gesproken, je oud trainer. Die zei van, hij vliegt ze gewoon allemaal voorbij. Maar je bestrijkt de flank, je dendert eroverheen. Dat is echt je handelsmerk, hè? Ja, dat is wel wat ik moet doen en wat de mensen van mij mogen verwachten. Dat is mijn spel en ik moet mijn buitenspeler ondersteunen met zijn linkerboot. Dus dat is gewoon lekker, voelt goed. Ah, je pest de aanvallers er ook wel mee, hè? Als je ze lekker de hielen laat zien. Ja, nee, tuurlijk, zeker. Die vinden het nooit leuk, nee. Ja, is Lucas Woudenberg aan de andere kant is een beetje hetzelfde type, hè? Ja, met Lucas hebben we aan allebei de kanten 2 stabiele backs. Lucas hetzelfde verhaal als mij, die houdt van opkomen. Doet het graag en de goede afwisseling. Ene keer gaat hij, andere keer ga ik, dus dat is mooi. Vond je het echt een derby, ook alles eromheen? Was het de derby van het noorden of viel dat wel mee? Nou, ik heb bij Sparta derby gehad, het Amsterdam derby. Dat was wel iets meer natuurlijk toen we thuis speelden. Maar ik vond het op zich een hele mooie derby. We speelden goed voetbal, we klapten erop. Dus op zich een goede derby.